Terrific. Gravity. ja, Gravity Tennis, wat vond je ervan? Spectaculair. Visueel buitengewoon aantrekkelijk. En ja, vernieuwend denk ik hoe ze dat hebben geproduceerd. Ik zou heel graag een making-of willen zien. Dat zag er visueel stunning uit. Het begin was meteen al echt verbluffend. Net of we zelf in de ruimte zaten. Ja, 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 zeker. Je vliegt door de ruimte. Je zit af en toe een beetje zo scheef in je bioscoopstoel. Ja, ik denk dat het wel bijdraagt als je hem fenomenaal IMAX 3D ziet. Hè? Dat geeft wel een extra lading. Dat is wel een must bij deze film. Wat was je mooiste scène? Mooiste scène? Ja, die kan ik eigenlijk niet aanhalen. Dat verklap ik te veel, denk ik. Ja. Ja, ik vond zelf het begin echt al meteen geweldig, zeg maar. Op een gegeven moment dat je dan de aarde zo ziet en dan weer de sterren, donkere sterren, helemaal, dat ze dan zo door de ruimte tollen, helemaal gewichtloos. Dat was al meteen zo verbluffend. Dat vond ik eigenlijk al de mooiste scène. Ja, ja, je had echt het gevoel dat je in de ruimte zat, ja. En daarbij die details, weet je wel, dat ze op een gegeven moment gaat huilen, Sandra Bullock, en dat er een traan ook meteen wegzweeft. Stunning. Ja. En een goede acteerpresentaties van Sandra Bullock, zeker toch? Ja, onverwachts. Goed. Ja. En ook natuurlijk George Clooney Clown. Ja. Ook erg sterk. Zeker, zeker. Vond ik ook, ja. George Clooney Clown. En dat zijn ook de enige twee acteurs, dus dat is het leuke. Ja, en toch spannend. En de voice-over, zeg maar, dus Houston Ground Control, dat is Ed Harris. Die speelde ook in Apollo 13. Grappig, hè? Sayon detail. Hoeveel sterren? 4,5. Ja. Van de 5. Dus misschien wel naar de 5. Ja. Ik geef ook 4,5 dan. Ja, 4,5. Mogelijkheden zijn nu... technische mogelijkheden zijn nu begonnen, weet je wel. Dat denk ik. Nieuwe revolutionaire film. Absoluut. Oké. Okay. Na Avatar, dit, ja. Hele tijd nog. Echt fenomenaal. Ja, geweldig. Oké, cut. Prachtig.